Welkom bij de rubriek De Stille Krachten van DVS-TV. Honderdduizenden vrijwilligers zijn actief in de sportwereld. En daarvan zijn er enkele honderden, precies er zijn ruim 300 actief binnen onze mooie vereniging DVS-33 Ermelo. In deze rubriek zoomen we in op de achtergronden van deze stille krachten. Vandaar de naam De Stille Krachten en het gaat om de mens achter de vrijwilliger. Net als bij elke andere sportvereniging zijn ook de vrijwilligers binnen DVS de basis van heel veel activiteiten. Je zou ze het kapitaal, de smeerolie, het cement, in ieder geval de pijlers van de vereniging kunnen noemen. En dat is dus uitermate waardevol. Zonder hen kan de vereniging niet draaien. Het wordt dus een rondje langs vele vrijwilligers binnen DVS 33. En mocht de kijker na het zien van de beelden interesse hebben om zelf vrijwilligerstaak te vervullen, dan verwijs ik graag naar de website Vacaturebank. En hartelijk welkom. Vandaag is de gast als stille kracht Dennis Liebaan. Ik heb hier zelf 10 jaar gevoetbald, vanaf de F'jes. En vanaf toen ik 2SB was, dat is 16 jaar, heb ik gezegd ik wil liever gaan fluiten. Ben ik op de vereniging begonnen, uiteindelijk fluit ik ook voor op de KVB. Maar ik vond het ook heel leuk om gewoon hier wat scheidsrechters te helpen, een beetje te begeleiden, ook nieuwe jongens te regelen. En, ja, dat trok me heel erg aan om gewoon contact te hebben. Ik weet als geen ander dat een vereniging niet kan draaien zonder vrijwilligers. Ik heb eigenlijk zelf voorgesteld dat ik een keer wil fluiten bij de F'jes. Toen was ik, ik geloof, 14, 15 jaar. En toen ben ik echt langzaam van F'jes naar E'tjes gegaan en stond steeds hoger op. Uiteindelijk, van mijn 16e, besefte ik dat nou, ik dat veel leuker vond dan gewoon fluiten. En dat ik nou wat verder mee kon komen ook. Waar ik nu op fluit is gewoon een heel mooi niveau. Ook gewoon voor jonge jongens om mee te beginnen, maar ook gewoon om in Dijn door te blijven ontwikkelen. Hier vind ik het natuurlijk ook hartstikke leuk om een B5 of een D5 te fluiten, maar het is ook wel leuk om naar andere verenigingen te gaan. Om meer de presentatieve teams te fluiten, waar ook wat meer druk op zit, dat vind ik ook hartstikke leuk. Het maakt me niet uit welke leeftijdscategorie, of nou senioren zijn pupillen. Ik vind het altijd hartstikke leuk om op het veld te staan. En ook heel mooi om te zien dat de jongens dat om de glimlach. Of nou, ze misschien als een beetje boos als het veld opgaan. Dat hoort er gewoon bij het voetbal. De ene is blij, de ander niet. Maar zo gewoon emotie, dat vind ik gewoon het mooiste aan deze sport. Wat is nou echt het mooiste in één woord samengevat van de rol van scheidsrechter? Contact. Contact. Want je hebt heel veel contact met zowel de spelers, de trainers, je assistenten, maar ook met de ouders. Je moet ze allemaal tevreden zien te houden. Lukt niet altijd, maar... Als ik nou eind van de wedstrijd als afblaas en ik heb iedereen in de hand, dan voelt het voor mij gewoon nou, kan ik mezelf in de spiegel aankijken van ik heb het goed gedaan. Wat vind je minder leuk in je rol als scheidsrechter? Ik heb wel eens een aantal keren gehad dat ik in de rust naar de kleedkamer liep, dat er wat ouders zaten te schreeuwen. Ik ben nooit fysiek belaagd of wat dan ook, maar het is meer van ze schreeuwen altijd, schelden wel eens. En dan zie je ze in de kantine, dan was het gewoon nou, we vergeten eigenlijk wat er is gebeurd, dus gewoon even lekker van drinken, even praten. En dan ga ik weer naar huis toe. Maar dat schreeuwen, gebeurt het ook wel bij DVS? Minder dan in het begin. Want kijk, je kent iedereen zo'n beetje wel. Hier op de vereniging natuurlijk, ze weten hoe jij fluit, ze weten hoe je bent. En dat weet ik ook van hun ook. Maar ook de tegenstander, als je bij verschillende verenigingen komt en je ziet opeens een team komen. Heb ik eens aan het keer achter de trainer en zei, nee, je hebt nog een paar weken geleden bij mij op de vereniging geweest. Je deed hartstikke goed. Ja, daar heb je al een streepje voor op ze. En dan kreeg je ook wat minder weerstand. Kan er iets verbeterd worden binnen DVS qua organisatie? Ja, als jij mij nou dit vorig jaar had gesteld op wat verbeterd kan worden gewoon op DVS, dan had ik gezegd gewoon nou meer gelegenheden voor de jonge jongens en meisjes om hier te kunnen voetballen buitenom op de grasvelden hier. Maar nu heb je het mooie pannaveld hier naast het hoofdveld. Aha, dus wat ik wou zeggen als verbetering is eigenlijk al lang verbeterd. Waar mag DVS echt trots op zijn volgens jou? Natuurlijk het eerste, nieuw topklasniveau. De Rinus Michels Award voor de jeugdopleiding, daar mag ze ook heel erg trots op zijn. Maar natuurlijk ook op de vrijwilligers. Want er lopen heel wat hier op DVS en als het nou, dan mag DVS gewoon in de handen knijpen mee. Ja. Dennis, waar kunnen we jou s'nachts voor wakker maken? Een hele mooie voetbalwedstrijd. En wat is dan een hele mooie voetbalwedstrijd? Een derby van Nederland, Feyenoord, Ajax of Spanje, Italië. Dus niet zozeer één club? Nee, niet zozeer één club, nee. Wat is je grootste nachtmerrie? Belaagd worden na een wedstrijd, de supporters. Dat is eigenlijk mijn grootste nachtmerrie. Als je een dag zou kunnen doen wat je zelf wilt, wat zou je dan doen?
de wedstrijd Feyenoord-Ajax of Ajax Feyenoord-Leiden. Leiden? Ja, Leiden. Maakt dat uit of het in Rotterdam is of in Amsterdam? Nee, zeer, beide is altijd wel mooi met die wedstrijden, dus waarom niet in Rotterdam of in Amsterdam? Noem ze één ding dat mensen waarschijnlijk nog niet wisten van jou. Ja, ik ben niet zo heel goed in gymnastiek, maar weten niet heel veel mensen dat. Goed. Ja. Wat is jouw levensmotto? Ik heb niet echt een levensmotto, ik leef van dag tot dag. Ik geniet dat altijd zou een van. Motto kunnen zijn, ik ja. Leef van dag tot dag. Ja, ik geniet van elke dag. Ik wacht altijd wat de volgende dag me brengt en ik doe graag wat ik wil. Als je nu weer aan een studie zou moeten beginnen, Dennis, wat zou het dan worden? Als ik nu opnieuw met de studie zou moeten beginnen, dan zou ik sportmanagement doen. En waarom? Omdat ik doe nu al wel opleiding, een beetje meer richting commerciële kant. Als je dat zou kunnen combineren met sport, waar ik ook heel erg veel van hou, dat zou wel ideaal zijn. We zijn weer bij de laatste vraag, de dilemma's. Mannenvoetbal of vrouwenvoetbal? Mannenvoetbal. Binnenland of buitenland? Buitenland. Dorp of stad? Stad. Bos of water? Bos. Senioren of junioren pillen? Junioren. Auto of fiets? Auto. Boek of film? Film. Ajax of Feyenoord? 020. Dankjewel. Alsjeblieft. Dennis.